Hoi, mijn naam is Ferry Sieders van het Drentse GIF. Ik wil jullie meenemen in het doen van familieonderzoek. En ik wil graag nu wat meer laten zien van de kerkboeken. Via de burgerstand kun je dus redelijk eenvoudig een stamboom in elkaar zetten. Maar de burgerstand is er niet altijd geweest. Die is pas rond 1811 ingevoerd door Napoleon. Daarvoor hebben de kerken huwelijken, dopen en overlijdens geregistreerd. En daar wil ik jullie vandaag even mee naartoe nemen. Via de burgerlijke stand heeft iedereen eigenlijk een vaste achternaam gekregen, wat overgedragen wordt van vader op kind. Voordat de burgerlijke stand werd ingevoerd, hadden we te maken met zogenaamde patroniemen. Dus een voorbeeld, als iemand Jan Willems heet, dan is Jan de zoon van Willem. Krijgt deze Jan een kind, die noemt hem Willem, die vernoemt hem naar zijn vader of opa, dan wordt het Willem Jans. Willem, zoon van Jans. Het is allemaal een beetje ingewikkeld, maar er zit wel een vaste patroon in. Voor mijn familie geldt, familie Sieders, is dat de achternaam Sieders geen patroniem is, maar al een semi-vaste achternaam. Dus ik heb een beetje geluk hiermee. We gaan eens weer naar alledrenten.nl en omdat we naar de kerkregisters willen kijken, kiezen we ook die bron. Waar we altijd mee te maken hebben, zijn de zogenaamde spellingsvarianten. Mijn achternaam Sieders werd vroeger op vele manieren gespeld. Seiders, Sieders, Sieder. Om dit een beetje, om jezelf het makkelijker te maken, kun je gebruik maken van zogenaamde wildcards. Bijvoorbeeld het sterretje op je toetsenbord. De zogenaamde asterisk. Ik laat het je wel even zien. Dus omdat ik mijn achternaam Sieders wil intikken, maar ik wil eigenlijk gebruik maken van verschillende spellingsvarianten, typ ik de S, de I, sterretje, de D, de E, de R en nog een sterretje. Dus ik typ eigenlijk Sieder in met diverse sterretjes en dan druk ik op zoeken. En dan krijg ik 52 resultaten. Veel oefenen, proberen, try and error. Want het is namelijk heel lastig om in kerkboeken zo ver mogelijk terug te komen. Niet alle gegevens zijn bewaard gebleven bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk is het ons toch gelukt om de allereerste vermelding van een Sieders te pakken te krijgen. Namelijk de trouwakte van Augustinus Sieder. Want hij trouwt in 1652 met Altien Hermans uit Kolderveen. Dit is de trouwregistratie van Augustus Sieder uit Bischofswerda, Duitsland. Hij trouwt met Altien Hermans van Kolderveen.